Yo, uilen! Leuk dat jullie kijken naar deze video. Waarin ik jullie ga laten zien hoe je op de high web komt. Veel mensen hebben video's laten zien hoe je op de deep web komt. Weet je, dat is iets. Ja, daar kom je wel op via een manier. Ik ga jullie niet vertellen, want ik wil niet, weet je. De deep web is gewoon een niet fijne site. Maar de high web wel. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe je er komt. Nou. Wat je als eerste moet doen is op de high site natuurlijk Google gaan. Die site is zo gek als ik weet niet wat. Dus ja. Dan zoek je op wiet.png. Dit is heel belangrijk, kijk ik heb het opgezocht. Nou, dan download je een random ding. Nou, ik bedoel, deze bijvoorbeeld even afbeelding opslaan. Als doe je dan. En doe je gewoon op je bureaublad opslaan. Oké, dus bureaublad, je hebt geen image. Noem hem wiet.png. Als het een JPG image is, moet je hem wiet.png gewoon noemen. Maar je moet eigenlijk proberen een PNG image te vinden. Heb je hem of heb je hem hier? Dan ga je nu naar sigaret.png. Ja. Pak je bijvoorbeeld eentje. Nou, ik vind dit een mooi plaatje. Nou, dat je op dan als. Dan doe je hem als sigaret.png. Dan ga je naar het laatste. Ga je aansteker.png. Dat moet je even opzoeken. Nou, download je er weer eentje. Hoppa. Oh, dat is niet. Het moet wel met die blokjes op de achtergrond. Want anders is het een fake aansteken. Dan werkt het niet. Nou, hier doe je dus mijn bureaublad. Google Chrome is dit. Dit heb je nodig. Ik heb Google Chrome nodig. Want dat is belangrijk. Nou, wat je als eerste doet is de wiet. Moet je. We kunnen niet zien dat ik hem sleep. Maar dat doen we wel. Ik sleep hem nu. Sleep hem. Op Google Chrome, bam. Oké, nog niks aan veranderd. Je hebt de wiet nog, je hebt de sigaret nog. Oké. Dan sleep je sigaret op Google Chrome. Er gebeurt nog steeds helemaal niks. Dan doe je de laatste stap, doe je dit. En dan moet je even wachten en dan gaat het gebeuren hoor. Ik knip wel even. Nou, eigenlijk nu zoals jullie zien. Zien jullie nu? De high web is geladen. Dit is de high web en we gaan nu op dubbel klikken en dit duurt heel lang met laden, dus ik knip weer even. Nou jongens, je ziet hier de HiTube. Kijk hier, HiTube. Dit is HiTube, staat hier ook echt. Maar dit is de HiTube, kijk dan wat een gare ding hierop zit. Dit is toch, ja, dit en dit allemaal, dit is toch gaar, dit kan niet. Kijk, dit komt er automatisch te staan. Daar heb ik niet net op het nee. Maar nu gaan we even naar het gaarste op het hele. Kijk. Dit dan, hè. Zie dit dan. Deze gast met zijn kutbanner. Oh, zijn profielfoto. Ja, die. Volgens mij heeft hij er al veranderd. Maar dat duurt nog even 3 uur tot laat. Waar koop ik een subsidie? Dit is gewoon de HiTube. De HiTube. Het mag gewoon niet. Mag niet. En ik vind het gewoon niet kunnen. Dat is gewoon gebeurd. Deze gaf ook hier. Dit ook. Dit zijn allemaal andere mensen. Die ook gewoon meedoen aan de HiTube. En de HiTube. Hij is de hooggrond. De HiTube is gewoon niet goed. En Justijn hoort er ook bij. En een troep ook. En iedereen. De game duift het meest. En de game is onze leider. Ik vind het niet kunnen. De HiTube moet gewoon dood. Maar dit was dus de video van de high web. Ik kan er nog meer video's over maken. Over de high web. Ik bedoel, er is namelijk ook een site waar je gratis eenhoorns kan bestellen. Dus welke drugs er nog meer op de HiTube te vinden zijn. Niemand die het weet. Ik kan voor jullie ook best onderzoeken. Dit is gewoon HiTube. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dit. Je moet ook echt op een proxy gaan als je hierop wil. Ik zit ook op een proxy. Ik zit namelijk op het huis van Uilman. Weet je, dat is de beste proxy die bestaat. Want ik bedoel, hij heeft niet eens een huis. Ik bedoel, hoe goede proxy wil je hebben? Ja, ik vind het gewoon echt niet kunnen dit. Ik hoop dat jullie nu weten hoe je de tutorial, hoe je hierop moet komen. Het is heel simpel. Je kan erop komen.
Ik ben niet aansprakelijk voor als je opeens 20.000 wordt aangebeld en opeens 20.000 unicorns voor je deur zitten. Wacht even, ik hoor de bel gaan. Even kijken, maar even uit mijn raam kijken. Nou, in ieder geval, ik ga het niet open doen voor die gast met 20 unicorns. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ik ga dit niet nadoen. Het is gevaarlijk of zo. Je moet echt op het blokje gaan. Ga hier niet op, het verziekt je leven. Vooral op dit kanaal, Uilmans. Uilmans en al deze gasten hier. Het verziekt je leven. Doe het gewoon niet. Ja, oké, doei. Alle YouTubers in deze video, strijk me niet. En ik hoop ook dat Uilmans me niet strijkt.